blijft die jongen nou toch? Het is tussen de middag, mevrouw van Vliet. Dan komen de jongens nooit thuis. Nee, ma bedoelt Adrie. Adrie? Je komt die kop toch brengen? Ach, natuurlijk. Als je het nou maar niet van de fiets laat vallen. Hij kijkt wel uit, is de dag aan bezig geweest. Heeft u lang moeten poseren? 2 avonden. Oeh, en mocht u dan gewoon televisie blijven kijken? Daar hebben ze helemaal geen televisie. Oh, dus het was niet bij u thuis? Nee, natuurlijk niet. Op de academie was het. Daar heeft ma geposeerd. En gezellig dat het daar was. Oh, die jonge lui. Het ruikt er zo lekker. Naar verf en klei. Ik ben toch zo benieuwd wat hij ervan gemaakt heeft? Anders zie ik wel. Nou, Adrie heeft heel veel talent voor boetseren, dus het zal heus wel op u lijken, mevrouw van Vliet. Daar ben ik nou juist zo bang voor. Kom op, ma. Je ziet er nog hartstikke goed uit voor je leeftijd. Voor mijn leeftijd? Daar zeg je er wat bij. Nel heeft gelijk, hoor, mevrouw van Vliet. Die 75 jaar, die zijn nu heus niet aan te zien. Hallo. Ma is pas 68, hoor. Wordt 75. Oh, is dat feestje van vanavond voor je vader? Wat dacht jij dan? Ik ga mezelf mijn eigen kop toch niet cadeau doen? Nou, je zit er anders zelf wel de hele dag tegenaan te kijken. Zo. Nou, die kop die komt toch bij u in de kamer te staan op de piano of zo? Nou, wat zou dat dan? Nou, die kop die wordt niet ouder. Dat is juist goed zo. Dan kan je zien hoe mooi ik was. Goedemiddag. Waar kan ik hem neerzetten? Hier, dat je hem van alle kanten goed kan zien. Zo. Ja. Nou, kijken. Nou, wat dacht jij dan? Oh. Nou, schil op, Adrie. Okay. 1, 2, 3 in godsnaam. Adrie, geweldig. Is ook een beetje eng. Nee, het is prachtig. Dank u wel. Oh, ik wil ook een keer. Als oom Tjedde jarig is, dan moet je mij doen. Dan kom ik misschien wel in het Drents Historisch Museum. Nou, ik ben blij dat jullie hem zo mooi vinden. Nou. En die officiële onthulling is vanavond nog steeds rond 1 uur of 7? Precies om 7 uur. En u wilt nog steeds dat ik hem doe? Zeker weten, jij bent toch de artiest? Oké, nou. Dan ben ik nou weer naar de academie, want ik ben toch al te laat. Nou, studenten zijn toch nooit op tijd? Wacht even, Adrie. Dan krijg je meteen die 25 gulden. Ja. Alsjeblieft. Dank u wel. En dan krijg je er 5 van mij, hè? Zo is het toch? Ja, en van jou een tientje, zus, samen met Sien. Tuurlijk. En het jaar trek ik vanavond wel even aan zijn jassie. En de baby betaalt die niet mee. De arme schaap. Uit zijn spaarpotje zeker. Het is maar een geintje. Het is trouwens wel hartstikke lief dat jullie ook mee willen doen, zus. Nou, zeker. Geef mij zulke buren. Nou, bij ons in Emmekompaskum is dat de normaalste zaak van de wereld. Ja. Ik weet nog dat oom Tjedde 75 jaar werd en er een standbeeld van hem gemaakt moest worden. Heeft het hele dorp er aan mee betaald. Ja. Het was prachtig gelukt. Stond op de brink, laken erover. Het hele dorp was uitgelopen. Komt de burgemeester aangerend dat het niet doorging. Echt waar? Hebben ze het beeld weer opgeladen en in het Huitenbroekkanaal gesmeten. Nooit niet een cent meer teruggezien. Ga weg. Maar waarom mocht het dan niet geplaatst worden? Ah, ze begonnen te zeuren over zijn oorlogsverleden. Wat was daar dan mee? Niks. Had alleen de hele oorlog doorgefokt. Doorgefokt? Wat fokte die dan? Duitse herders. Wat een onzin. Ah, dat zou wel, Nel. Maar hij heeft mooi geen leven meer. Hij is me gauw overgegaan op Ierse zetters. Ja. Nou, ik geloof dat we alles wel hebben, hè? De bol staat op het balkon, de taart is besteld. Ga ik halen bij Boschieten? Ik heb 9 pijpjes speels, dat is 3 de man, dan kunnen ze lekker tekeer gaan. Haal ik nog 2 flessen prik, zoutjes, pinda's. En ik heb het lied. Oh. Die hebben we de hele nacht op zitten zwoegen. En het is op de wijs van poem, 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 poem. Oh ja, van Wim Sonneveld. Nee hoor, van Willem Parel. Dat is Wim Sonneveld, dat speelt hij. Ja, dat is niet echt hoor, zus. Dat weet ik ook wel. Ik ga alleen maar even kijken of jullie het ook wisten. Nou, daar gaat hij dan, hè? Pa, 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 pa. De een zegt pap, de ander vader, maar wij zeggen pa. Pa, 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 pa. Pa.
75 geworden, dus je gaat maar na. Ze zeggen wel dat 75 een hoop is. Maar als je hem ziet, denk je dat pa een antiloop is. Ja, ja, pa, 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 Simon! Ja, Pioen. Oude vriend. Wat schaft de pot vandaag? Gehaktballen in tomatensaus. Dat is een recept van Huib Scholten. Heerlijk, Simon, heerlijk. Ja, dit is een heerlijke oerhollandse. Stevige balgehakt, Jacobus. Kijk eens even. Astemblad. Simon, wat ben jij toch een verrukkelijke kok. Ik mag mijn eigen toch wel prijzen met jou als vriend. Heb je geld nodig? Geld, geld. 3,35, Simon, dus om nou te zeggen geld. Hallo, 3,35, kan je bek niet verder open. Ik zou gezworen hebben vanochtend dat ik nog 5 gulden in mijn portemonnee had. Ik haal hem uit mijn zak, ik maak hem open, kijk erin. Wat denk je? 1,65. Precies. En Nel vraagt vanavond natuurlijk om die 5 gulden. Voor die kop van je schoonmoeder. Gaat er over uit. Waarom zeg je dan ook dat je er al mee betaalt? Wil jij toch ook? Hallo, idee van zus, hoor. Ik denk, ik doe een keer aardig. Kegelen schieten vanavond ook alweer in. Simon, sorry, het was een vlaag van verstandsverbijstering. Het is een ramp. Geef me 3,35. Als ik 3,35 had, zal ik nou heerlijk de schrans in het witte paard. Jou heb ik ook lekker veel. Maar, het is jouw schoonmoeder, hoor. Goedemiddag. Hendrik. Henkie. Eet smakelijk. Dankjewel. Ook een bal? Schijnt uit. Ja. Hey, Henkie, kijk eens. Een bal, een heerlijke bal. 3,35, weet je alles. Ik schrijf helemaal vol, man. Huh? Uitgebreid zit de lunch in het witte paard. Hier, Rockefeller in de bocht. Kan je wel zeggen, ja? Wat dan? Het weekend, naar Knokke geweest, naar het casino. Heb deze jongen 180 pietermannen gewonnen. Hendrik, fijne collega. Dan kun jij me natuurlijk wel 3,35 lenen. Helaas, Jaap. 18 karaat. Hier ook bij Anton Schulte op de Bijlandse Laan. Jij zal ook nooit eens aan een ander denken. Jij denkt toch ook nooit aan mij? Nee, dat zal wel niet. De club staat voor een tientje op de lat, hoor. Zo is dat. En jij voor 15 gulden. Zo is dat. En jullie zouden vorige week al betaald hebben. Ik heb 3,35 nodig voor de kop van mijn schoonmoeder. Wat doet Van der Berg? Die koopt een gouden armband. Oh ja, dat feestje, ja. Dat is vanavond, hè? Ja, ik kan ook al niet gekegeld worden. Heb je één voordeel, Jaap? Kun je tenminste niet verliezen. Wil je wegwezen met je gouden armband, homoseksueel? Kom eens. Het is toch wel heel mooi ding, hè, zo'n armband. Hij heeft schuld, heb er namelijk ook eentje om zijn enkel. Simon, hoe kom ik aan 3,35? Waarom ga je ook niet in de Knokke? Naar het casino. Even heen en weer op de brommer. Dat ik het even win. Tuurlijk. Wat is nou helemaal 3,35? Jij zet die 1,65 voor jou, die zet je op plein. Keren ze het 36 keer uit. En als ik dan geen geluk heb? Dan ben je het kwijt. Ja, hallo. Moet je je brommer verkopen? Kan ik terug gaan lopen? Je kopers, de enige die ooit wijzer wordt van het casino, is de baas van het casino. Ja. Nou, dat ben ik niet. Dat zal ik nooit worden ook. Dus mijn hoofd leg op het hakblok. Ja, wacht even. Dat zeg je nou. Maar ik krijg in ene een lumineus idee. Wie zijn neus? Huib Scholten. Die hebt thuis zo'n roulette. En zo is hij aan Amy gekomen, maar daar gaat het nou niet om. Die ga ik straks bij hem halen. En dan spelen wij vanavond roulette, casino dus, op de Kegelclub. Simon? En Jacobus, dan loop jij helemaal binnen. Want dan ben jij de bank. De bank? De baas. Oh, zo. En Nel begrijpt het best. Zou jij denken? Natuurlijk, dan kun je die 5 gulden toch geven. Goud, mijn Simon. En dan koop ik gelijk 6 van die gouden armbanden. Die van de Berg. Wie is die dan? Ja, heel goed, Jaap, heel goed. Oh, laat je balletje niet koud worden. Nee, hè? Simon, alleen een gij is wel een beetje erg stevig. Meen je dat nou? Precies goed. Jonge, 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 jonge. Wel voorzichtig, hij is van de greef. De Blue Diamonds. Daar nou, pa, nou helemaal van. Blauwpijpermuziek, Nel. We gaan er hier toch niet de passamalam van maken? En ze
zingen het hartstikke goed, hoor, Ramona. Hoe ken dat nou, Nel? Indische gasten die in Nederland wonen, die in het Engels zingen. Dat is toch juist leuk? Je hoeft toch niet altijd in je eigen hokje te blijven zitten? Juist wel. Tussen de mensen zijn de verschillen. Dat moeten we zo houden. Als er de dingen door elkaar gaan lopen, dan verliezen we het overzicht. Heb jij nou al naar dat lied gekeken? Indische gasten moeten nasi koken. Dat is het enige wat ze kennen. En dat eet jij dan op? Lekkerste wat er is. Dan lopen de dingen toch ook door elkaar? Zolang zij in de keuken blijven staan, is er niks aan de hand. Maar blijft iedereen toch? Ze hadden er al lang moeten zijn. Ja, ze moeten wel opschieten, want de klok staat niet stil. Nou, je hoeft toch nergens heen? Nou. Hé? Nee, Nel, nee, nee. Kijk even naar die tekst. Goeie tekst. Zeker van je moeder. Ze heeft er de hele nacht op zitten zwoegen. Ja, maar dat kun je dan wel zien ook, hoor. Pa, 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 pa. Ik zou er niet opgekomen zijn. Ja, Pio. Hi, Nel. Nou, je komen ze kippen, mooi. Hey. Is die ook van pa? En jullie hebben ook al aan de kop mee betaald. Ja. Waar blijft die Adrie toch? Je had hem wel even mooi in moeten pakken. Nee, Nel, deze is van haar op school. Die ben ik even bij hem wezen lenen, hè, Jaap? Nel, de bol staat in de keuken. Oh, leuk. We zouden gaan harten jagen in 21, maar dan kunnen we ook een spelletje roulette doen. Ja, dat zit zeker in de planning, Nel. Nel, ik zet hem in de kamer, want kamertemperatuur is die echt het lekkerst, hoor. Die kop, ken die even naar het balkon? Nee, natuurlijk niet. Die staat daar toch verreweg het mooist. Oh, nou, dus ik op tafel. Zet hem nou maar in de keuken. Als iemand wat wil, pakken ze het daar wel. De keukentemperatuur is eigenlijk te koud, hoor, Nel. Schiet nou maar op. Anders neem ik hem mee naar de club. De club? Ja. De kegelclub moeten we zo nog even langs. Goedenavond. Goedenavond, welkom. Adrie, proficiat met je kunstwerk. Jaap Kooijman. Ik zeg natuurlijk wel eens onaardige dingen tegen je over je lange haar en zo. Jaap Kooijman. Maar ik moet zeggen, het is werkelijk prachtig. De doek zit er nog over. Ken je nagaan hoe prachtig dat het is? Dank u wel, meneer Kooijman. Zeg toch, ome Jaap. Ome Jaap Kooijman. Hij is heerlijk, Nel. Jullie gaan straks nog even langs de kegelclub? Even, heel even. Zijn zo terug. Nou. Nee, hè. Ja, hè. Wij gaan er namelijk een bom duiten verdienen. Alweer? Alweer, ja. Zeker weten, ja. Ik ben de croupier, Jaap is de bank en de jongens zijn de sigaar. De bank, mijn man is de bank. Ja, Nelly Kooijman, want dat weet jij natuurlijk niet. Maar de enigste die wat kan verdienen aan het casino is de baas. En de croupier. Hè? De croupier krijgt de helft. Uiteraard. En de baas van het casino is de bank. Dat komt dan goed uit, ik krijg nog 5 gulden van je. Vijf gulden. Nel, als ik hier dadelijk weer terugkom met zo'n boek geld in mijn binnenzak, dan moet jij eens kijken en dan krijg jij van mij een gouden armband. Ik wil geen gouden armband, ik wil een beetje gezelligheid. Gezelligheid. Wat is nou gezelligheid? In het buitenlands hebben ze er geen eens een woord voor. Nou, je hoort het. De bol staat in de keuken. Een avondje gezellig met z'n allen. Doet dat ook voor jou, hoor, Nel. Zo is dat. Als wij straks in Hilligersberg wonen met een vijver in de tuin en een open haard en een opgezette krokodil aan de muur, dan moet jij eens kijken hoe gezellig dat wordt. Zo, en? We hebben ook nog wel 10 minuutjes. Ah, de onthulling maken we nog wel even mee. Een kop van je schoonmoeder. Nou, zou ik voor geen goud willen missen. Jongens, ze hebben net gebeld. Ze staan met een lekke band en het kan nog wel een half uurtje duren. Ai, ja. Dan helaas, Simon. Zullen wij moeten vertrekken? Zus. Neem jij dan voor ons een mooie foto van het grote moment? Waar gaan jullie naartoe? Nel, praat je wel even bij. Prettige avond. Een hele prettige avond. Wat gaan die nou doen? Krokodillen schieten in Hilligersberg. Dit wat, Sion? Als het maar niet stort. Vet fauchu. Of is het hard? Nee, hij kent zo wel. Les jeux sont faits. Of is het te zacht? Nee, je koopt het, hij is goed. Rien ne va plus. Heel belangrijk, Simon. Heel belangrijk, de sfeer bij de roulette. Volgens mij moet hier ook overal tapijt. Je koopt het als wij een paar maandjes bezig zijn. Dan kunnen we hier kamerbreed hoogpolig tapijt laten leggen.
zou jij denken? Van ijsberenbol. Zeg. Simon, waar is mijn plaats als bankzijnde? Hier zo. Ja. Met een sigaar en een mooi glas cognac. Ah. En Jacobus, jij hoeft niks te doen. De croupier doet alles. Joh. Dus de bank doet eigenlijk niks. Nou, niks. De bank incasseer, ja? En als het dan afgelopen is, dan moet jij tellen. Ah, tellen. Ja, jongen, tellen ken ik als de beste. Daarom ben jij op de bank, hè? Uiteraard. Gastenblad. Zo, dankjewel. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, heren. Mag ik u mede namens Simon uitnodigen en hartelijk welkom heten bij Casino de Brulboei. Joh. Ah. Ja, ja, ja. Fête vos jeux, messieurs, fête vos jeux. Ja, dit zijn mijn laatste. Ja, hier de mijne is ook. Ik ben blut, ik zet deze in. Dus je gaat wel aan mond, man. Ja, ja. Le jeu, stoffe. Rien ne va plus. Zero. Helaas pour les joueurs. Bankdirecteur! Dat dacht ik ook. Zo. Nou, heren, volgende week zaterdag weer casino. Ja, moula. Zonder mij. Goedenavond. Kijk nou eens, Jacobus. Je schoonmoeder komt gokken. Inderdaad. Geef mij maar voor een tientje fiches. Fête vos jeux, madame, fête vos jeux. 14. Bijna je leeftijd. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. 14. Ja! Victoire pour madame Antoine. Et voilà. Zo. Dan heb ik hier voor 75 gulden. Tim, die is voor jou. Pour le personnel, merci. Mag ik even vangen? Ja. Ja. Maar ik... ik kom niet verder dan 45 gulden. Moet je de rest maar even te goed houden. Daar kan ik helaas niet aan beginnen. Doe mij die gouden armband maar. Zo. Waar ga je nou naar een gezellig feestje? Was u met de DAF? Jazeker. Laat mij maar rijden. Nou, kom op, jongens. We zijn hier tenslotte om te kegelen, hè? Geef mij zo'n schoonmoeder. Ik neem haar een keer mee naar Knokke. Gezellig geweest. Ja, dat kan je wel zien. Dat het gezellig is geweest. Er gaat toch maar niks boven gezelligheid. Gezellig. Jappie, joe. Ja.
Gezellig. Jacobus, ik heb hier dus die... Die fiche. En die zou ik graag even... inwisselen. Ik hou wel van je te goed. Oh ja, ja. Hoe vind je hem? Gewonnen van je schoonmoeder met 21, hè? Ben je alweer een beetje over de klap heen, jongen? Schei uit, man. Ik heb de hele nacht over gouden armbanden gedroomd. Ja. Kijk eens even. Heb jij hem? Ja, ik heb hem. Maar hij hoort bij jou. Jij hebt dat ding met liefde uitgekozen. Jij hebt in die korte tijd een enorme band met die band opgebouwd. Dus ik schenk hem jou met liefde terug. Simon, je bent een man van maart. En klopt, Henrik. Mijn rekening op de kegelclub gaat natuurlijk in de doofpot. Ja, maar ik kan toch niet aan beginnen, dan kloppen de boeken niet meer. Dit was Brandpunt, goedenavond. Ja, maar ik ken toch geen valsheid in geschriften gaan staan plegen, man? Natuurlijk niet. Maar er staat toch nergens dat het jou verboden is om mijn rekening te betalen? Tjonge, jonge, 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 jonge. Kom op met dat ding. Leeg.